Messi. En tête, on va het maken, het op geen zin meer. Kijk, een wild duurwiel. Superbe Tour de France. Ja, het is weer vrijdagavond 6:30, dus we zitten voor Café Helmers. We praten over wielrennen, doen we vanavond met niemand minder dan Erik Breukink. En dat vind jij leuk, hè, Erik? Ja, want, dat vind ik mooi. Je bent altijd een enorme fan geweest van Erik Breukink. Nog steeds. Dus het is ontzettend nog leuk dat je hier bent. Fijn. We hebben ook nog even contact met Frankrijk, in ieder geval met Maarten Cialinghi, die op dit moment in koers is. En Vips rondrijdt tijdens die koers, dus we gaan van hem horen wie die allemaal in de auto heeft gehad en wie de meest vervelende is. En we gaan ook nog even contact opnemen met Thomas Dekker. Ook wel leuk, 1 keer de Tour gereden en toen was jij ploegleider volgens mij, Erik, of niet? Ja. Oh, heeft hij daarna niet meer gereden? Nee. Nou, geen Tour meer, 1 keer de Tour gereden. Okay. Memorabele Tour. En we gaan nog even bellen met Frans Maassen, tenminste die heb ik gisteren al gebeld, om even te kletsen over de ploegentactiek van Lotto, van Jumbo-Visma, moet ik tegenwoordig zeggen. Precies, ja. Heb jij vroeger nog mee gefietst natuurlijk met Frans Maassen? Ja, niet alleen gefietst, ook tijden van Rabobank samengewerkt als ploegleider. Dus we hebben eigenlijk een beetje van dezelfde leeftijd, hè? Dezelfde generatie. Ja. Dit is wel mooi. Eigenlijk alleen de grote der aarde hebben dit. Hè? Een eigen liedje als wielrenner. Hoe vaak komt dat voor? Maar Erik Breukink heeft dat. Erik Breukink heeft dat. Nee. Laat me zien. Ja. Echt? Kijk hem aan, daar komt Breukink aan. Erik onze favoriet. Geen idee, weet jij. Het is jouw liedje, Erik Breukink. Ja, ken je de tekst nog niet uit je hoofd? Oh, dat is niet zo'n moeilijke tekst. Ik ken hem al inmiddels. Nou ja, het is toch wel een eer als dat gebeurt, neem ik aan. Ja, ja, het zijn ook van die dingen die langs je heen gaan en die je dan helemaal niet weet dat dat gebeurt. Dus dat, ik had ook wel eens van die reclamespotjes waar je dan met naam in gebruikt wordt. En denk je, huh? Heb ik dat ooit toegezegd? En zulke dingen, dat gebeurt. Ja. Erik, ja, jij hebt een prachtige carrière gehad. Ja, ik was altijd fan van jou, Erik Breukink. Weet je wat ik altijd mooi vond? Dat jij zo sterk was in die tijdritten. En op een gegeven moment, ik denk dat het 1990 was, toen werd je derde in de Tour. Toen kocht ik mijn eerste racefietsje, zo'n blauwe Panasonic. En toen kocht ik ook zo'n triathlonstuur erbij. Ja, ja, ja. En wat denk je? Ik rooi zo in de sloot met dat ding. Schrikkelijk. Nou, jij was even Erik Breukink aan het spelen. Nou, ja, ik vond het wel. Ja, dat was toen een ding, dat triathlonstuur. Kon jij er meteen goed mee rijden eigenlijk? Ja, je moet even mee trainen, maar ja, goed, dat was voor ons niet zo'n probleem. Die houding die was vrij stabiel. Ja, maar je moet er wel het lichaam voor hebben, zou ik maar zeggen. Laten we het even hebben over de etappe van vandaag, want het was eigenlijk een geweldige etappe. Ja, vanaf de start is er volop gekoerst, tot er dan zo'n groep weggaat waar goede renners in zaten. Alaphilippe, Martinez, mannen van Bora. En dan zit je ook te wachten van de etappewinst van die groep en wat erachter gebeurde met de klassementsrenners. Dat was, het was echt een hele zware rit ook. Ja. Ja, de verrassing van de dag was eigenlijk wel dat Bernal gewoon enorm door het ijs zakte. Had jij dat verwacht? Nee, eigenlijk niet. Ze hebben het wel geprobeerd. Ze hebben gewoon getest, volle bak gereden om te kijken van hoe Roglic zich zou houden. Maar de rollen waren omgekeerd. Bernal zakte erdoor en Roglic bleek gewoon de sterkste wat dat betreft. Nou, wat denk jij dan? Nu gaat nu Roglic gewoon makkelijk de Tour winnen? Ja, makkelijk niet. Je ziet dat iedere dag weer anders kan zijn. En zo groot zijn de verschillen dan ook weer niet. Pogacar staat op 40 seconden, 44 seconden. Die kon hem volgen. Dus dat is misschien zijn grootste bedreiging nog. En Bernal moet je ook nooit wegschrijven. Want misschien was dit een hele slechte dag van hem. En dat hij nog wel goede dagen krijgt. Ja, Als je nou even kijkt naar die top 8, dat is toch echt krankzinnig. Er staan gewoon nu 2 Slovenen op 1 of 2. En vervolgens krijg je een hele rijtje Colombianen. Ja. Toch het klassement wat je van tevoren niet zo snel had. Geen Fransen, geen Nederlanders, geen Belgen, geen Italianen. Ja, dat is wel apart. Het gekke is met die Colombianen, dat is ook in jouw tijd. Die kwamen voor het eerst op. Hè. Had je Lucho Herrera en Fabio Parra, dat soort mannen. En toen eigenlijk, ik denk bijna 20 jaar helemaal niks, hè? Nee, dat was even een periode dat ze ook heel goed waren. Ook etappes wonnen en een Tour winnen, dat heeft er nooit in gezeten. Vorig jaar dan Bernal de eerste. Maar nu heb je echt heb je zoveel goede Colombianen. Ja. Maar of ze de Tour kunnen winnen, dat is maar de vraag. Moeten ze Slovenen kloppen. Ja, precies. Nou ja, dat moeten we afwachten. Ik heb ook wel eens gehoord, vond ik een hele interessante theorie, dat die Colombianen goed waren in fietsen.
Maar dat op een gegeven moment, hè, dat was ook een beetje na jouw tijd eigenlijk, dan kwam die EPO die kwam op. Dan konden die Colombianen gewoon niet betalen. Ja. Die konden dat niet betalen. En dat is een verschil was misschien ook weer. Ja, nou, een voordeel van op hoogte leven en wonen. Ja, dat hebben ze nog steeds. Ze komen naar Europa. Ze hebben natuurlijk in Colombia gezeten allemaal. En ja, dat is wel een groot voordeel natuurlijk. Ja. Maar denk je dat echt dat door die EPO-tijd dat die Colombianen dan minder goed waren in die periode? Dat het voordeel een beetje weg was? Nou ja, dat effect heeft het wel natuurlijk. Oh. Het is een hoogtetraining doen ze nu allemaal, hoogtestages. Ja, dat is eigenlijk hetzelfde effect van de EPO-tijd toen. Ja, ja. Dieptepunt van de etappe van vandaag is misschien het verlies van Bauke Mollema. De best hooggeklasseerde Nederlander in de koers. Ja, ja pols gebroken. Ja. Het is jammer, ja. 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 Ja, je ziet een momentje van onoplettendheid. Het was niet eens echt spannend in de koers. Het peloton was bij elkaar, het ging rustig. En je ligt erbij, dus ja, dat kan. Zit in een klein hoekje. Let jij nou altijd specifiek op de Nederlanders nog steeds in de koers? Nee, ik kijk wel breed. Maar goed, er zijn nog niet zoveel Nederlanders dit jaar. Gek eigenlijk, hè? Nee, maar we hebben het gevoel dat we nu in een generatie zitten waarin er zoveel Nederlanders goed kunnen rennen. Maar in deze Tour zijn we toch maar matig vertegenwoordigd. Ja, en, ze doen eigenlijk niet mee. Nou, Kees Bol misschien, dat is de enige hoop die we nog hebben. Ja, die zou een sprint nog moeten kunnen winnen. Maar ja. Wout Poels is natuurlijk meteen gevallen. Ja. En voor de rest zijn het knechten, Dumoulin en Geesink, die moeten voor Roglic rijden. Dus er zit niet veel succes voor Nederland in, denk ik. Wie is jouw favoriete Nederlandse wielrenner op dit moment? De favoriete Nederlandse wielrenner? Ja, was Dumoulin toch wel. Ja? Die lijkt wel een beetje qua rijstijl op mij ook. Tijdrijder, niet echt pure klimmer, maar meer tijdrijder dan klimmer. En, Ken je hem een beetje, Dumoulin? Een beetje, want ik heb niet echt meegewerkt. We hebben wel nog een jaar in de opleidingsploeg gehad, maar dan was hij bij andere ploegleiders. Maar het was een eigenzinnige man. En Piet Kuijs was destijds ploegleider, die was al bekend. En die zei dan, dat is een lastige jongen, die Dumoulin. Oh ja? Maar als Piet Kuijs zei, dat is een lastige renner, dan moest je hem vooral nemen. Want dat waren altijd de goeie. Maar waarom vond hij dat dan? Waarin was hij eigenzinnig. Ja, goed. Gewoon eigen ideeën. Ja. En Piet was meer van iedereen hetzelfde en luisteren naar mij. Ja. Maar dat eigenzinnige, dat werkt volgens mij in dit geval misschien ook wel tegen hem. Ja. Hij heeft natuurlijk eigenlijk op eigen hand besloten dat het koersverloop zo is gegaan dat hij nu hij kreeg iets in zijn kop van Wout van Aert reed heel hard de berg ervoor op. Ja. Daar heeft hij het moeilijk gehad. En toen dacht hij van ik ga niet meer voor mijn eigen kansen, want we gaan voor Roglic. En die knop heeft hij zelf. Wat gebeurt er? Jij bent ploegleider geweest. Bizar gewoon, man. Maar jij bent ploegleider geweest. Wat gebeurt er dan in zo'n auto als je dit doorkrijgt? Ja, ik weet niet of het gecommuniceerd is door hem op voorhand, want dan moet je ergens ingrijpen. En nee, hij heeft het zelf bedacht, hè? Die plannen die ze hadden waren natuurlijk leuk. Maar als die call daarvoor gewoon iets rustiger opgereden wordt, dan Dave Dumoulin niet zo lastig. Koes werd er ook trouwens afgereden, dus ze maakten zichzelf heel moeilijk die dag. Als ze dat niet doen, dan gaat Dumoulin dat op die laatste call, gaat hij gewoon proberen om bij de beste te zijn. Ja. Ja. Maar de Telegraaf schreef later totale blackout van Tom Dumoulin. Ben jij het daarmee eens? Hij had het nooit moeten doen. Hij had gewoon moeten proberen aan te klampen. En nou, verliest hij een minuut. Maar nu was het echt nog even vol gas. En verloor hij een minuut of anderhalve minuut meer dan nodig. Ja, ja. Maar het is echt zonde. Maar kijk, ik denk niet dat hij het overleg heeft. Hè, dat hij zegt, jongens, ik ga even keihard op kop rijden. Daarna zag ik af en dan zie ik het allemaal wel. Maar als ploegleider kun je dan nog wat zeggen? Ja, niet als hij daar vol gas geeft op de Piresoure. Ja, dan klaar. Is het te laat. Ja, dan ben je te laat. Die inspanning heeft hij gedaan. Hij zet zich opzij. En toen hebben ze nog wel gezegd, wel doorrijden, want je moet zo min mogelijk verliezen. Maar hij verliest gewoon veel. Ik heb gisteren even gebeld met Frans Maassen, die zat in de ploegleiderswagen. En ik heb hem ook gevraagd of hij nog geprobeerd heeft om Dumoulin te stoppen. Ja, daar was het al te laat voor. Kijk, hij deed die actie in volle overtuiging. En als je daar eenmaal aan begint, en je ziet niet gelijk hoe hard dat je rijdt. Toen wij zagen later in de waardes wel terug van, shit, hij heeft wel verschrikkelijk hard, snoeihard gereden. Maar dat zie je niet gelijk als je de eerste minuut zie je dat gewoon niet. Nee, dat was te laat om nog in te grijpen dan? Ah, het was te laat. Ben je daar kwaad over geweest eigenlijk later?
Het kwaad niet, maar ja, het was gewoon heel erg zonde, want het was gewoon onnodige actie. Maar ja, het is gebeurd. En van de andere kant had je ook kunnen zien wat jij eerder aangaf. Bernal was, leek een beetje te slopen. En dat, ja. dat was ons, eigenlijk onze drive om hem proberen ja, gewoon op achterstand te zetten. Dat lukte de eerste dag niet, maar ja, goed. Dat is gewoon geen PlayStation, hè, wielrennen. Je moet gewoon, ja, af en toe moet je ook verlies nemen. En ja, dat was die dag helaas. En is het nou een idee de komende dagen om Dumoulin een keer mee te sturen naar voren in een ontsnapping of zo? Ja, het kan altijd een keer voorkomen natuurlijk. Als ze echt denkt, shit, we staan zo onder druk, dat er een moment kan zijn dat die meegestuurd wordt. Dat zou kunnen, maar op dit moment is onze ploeg zo sterk in de breedte. Is Primoz zo... hoe moet ik zeggen, vol vertrouwen, dat we dat eigenlijk niet zien aankomen. Of niet zien gebeuren, zo moet ik het zeggen. Kijk, stel nou dat Pogačar morgen Primoz naar huis zou rijden en hij pakt de leiding. Ja, kijk, dan zou dat een optie kunnen zijn om, zeg maar, via over de rug van Primoz Tom een keer mee te sturen in een snapping. Ja. Dat zou een scenario kunnen zijn de laatste week. Ja, dat zei Frans Maassen. Wat vind jij tot nu toe van de tactiek van Jumbo-Visma? Ja, ze rijden heel dominant natuurlijk van begin af aan. Ze hebben in de eerste week misschien wel momenten gehad waar ze iets te veel deden wat niet nodig was. Ik denk vandaag, als je de koers in het begin zag, waren ze ook iets te fanatiek. Dat had allemaal wel wat rustiger gekund, want ja, je hoeft geen schrik te hebben van die mannen die wegrijden. Je kunt zo 20 man weg laten rijden in het begin. Maar goed, ze hebben het wel... Ja, wat Maassen zegt, ze zijn wel in de breedte heel sterk. Hè? En dan zie je in die laatste call, hebben ze nog Dumoulin en Kuss daar zitten, terwijl iedereen alleen zit. Ja. Dus dat is wel... Maar ja, je moet het nog wel een week volhouden. Ja, dat precies. Is, maar het scenario wat hij schetst, dat is toch lijkt me niet reëel. Ik denk dat hij moet gewoon voor Roglic blijven rijden. Dan moet er wel iets ergs gebeuren met Roglic, wil die kans zich voordoen. Maar ik wil nog even terugkomen op die oortjes. Jij hebt dat natuurlijk ook altijd gedaan, hè, als ploegleider. Spreek je dan met alle renners tegelijk? Ja. Het is niet dat je individueel tegen iemand nog kan praten. Nee het is één uitgang naar alle renners. Eén lijn. Ja. Eén lijn. En renners kunnen individueel wel terugpraten. Oké, dus dat is wel individueel. Ja. Maar is het noodzakelijk om in die koers dan ook daadwerkelijk aanwezig te zijn? Want in feite zou jij ook vanaf de bank, als je mee zit te kijken, door de intercom kunnen praten, toch? Als het bereik zo goed is, dan... Nee, goed, je moet er wel ter plekke zijn. Je moet wel... Maar wat het nadeel is, want dan zitten ze achter die koers te rijden. En televisie zien ze vaak minder, omdat die ontvangsten in die Pyreneeën slecht zijn. Ja. En iedereen denkt van, ja, die ploegleider ziet dat precies. Maar ik denk dat ze bij Jumbo helemaal niet gezien hebben wat Dumoulin aan het doen was. Nee. Pas in een flits zagen ze, wat doet hij nou ineens? Terwijl wij dat al lang zagen aankomen. En dan kun je dus ook al niet meer corrigeren. Dan kun je ook niet meer ingrijpen. Ja. Weet je wat ik interessant ben? Bij de Formule 1 is het zo, die boordradio... Die wordt ook in beeld gebracht. Hè? Dan hoor je, dan zie je Max Verstappen gaat zo weer wat zeggen. Dat zou voor het wielrennen ook wel wat zijn. Dat zou een goed idee zijn, want ja, je hebt natuurlijk oerzaaie etappes. Je zit heel vaak in momenten van status quo. Ja. En als er dan gewoon meer wordt laten zien, de ploegleiders zullen het niet echt leuk vinden. Maar wordt er wel echt wat gezegd? Want ik heb ook wel eens van die opnames gezien, dan zagen we... Volgens mij die tour van Bauer Lau, daar zag je Nico Verhoeven. Die riep alleen maar, kom op. Ja, dat klopt ook wel. Want ze denken dat de hele dag doorheen gepraat wordt. Maar je moet echt iets zeggen als het echt nodig is. Dus er wordt de hele tijd niks gezegd ook. En als je dan al die ploegleiders hoort, ze zeggen bijna allemaal hetzelfde. Ja. Want ze moeten natuurlijk allemaal op hetzelfde punt vooraan zitten. Ja. Ze moeten gegroepeerd blijven, bij elkaar blijven. En dat maar soort wat dingen. Is dan de kracht van een ploegleider? Nou, op dat soort momenten, dus als het er echt om gaat, dat je dan nog kan ingrijpen. En daar gaat het natuurlijk om. Of een beslissing nemen van wel rijden, niet rijden. Ja. Ja, je moet natuurlijk in de gaten houden wat er wegrijdt. Hoe je de controle van een wedstrijd doet. Dus de rust bewaren. Ja. Op die renners, want ze zijn vaak te fanatiek. Dus je moet ze een beetje temperen dan? Je moet ze een beetje temperen. Jij hebt grote ploegleiders meegemaakt in jouw carrière. Peter Post, Jan Gispus. En later bij ons, Sainz heette die geloof ik, Sainz, Manolo Sainz. Allemaal zonder oortjes, hè? Allemaal zonder oortjes. Bij ons kwamen de oortjes in. Maar van Motorola, die grote, reed er 2 of 3 met zo'n communicatie. Toen begon het. Die Sainz bij ons, die staat wel altijd achter jou te rijden. En dan had hij zo'n speaker volgens mij op de auto. Ja, toch? Ja, niet, ja, ja. Ja.
Ja, en dat vond ik in het begin, mijn eerste tijdrit die ik reed, ik dacht, ja, wat is dit voor gekke huis, man? Ja, kan, wat ik niet gewend ben. En ik denk van, ja, je moet mij alleen aanwijzingen geven als ik tussentijd of zo. Maar die zijn vond het vervelend, dat aanmoedigen. Maar die zei hij dan ook. Tussendoor hoorde je af en toe wel, in het begin hoorde ik dat niet, maar ja. Als ik, op een gegeven moment hoorde ik wel van als die echt iets zinnigs zei, okay, ja. Maar het was altijd kabaal. Wie was de beste, ja? De beste ploegleider? Ja, die je ooit hebt gehad. Goh, ze waren zo verschillend, maar ik vond Giesbers toch wel, nu was het wat rustiger. Voor een rondrenner was die, en die liet ook meer verantwoording bij de renners. Dat was wel een prettige koers ook. We hadden natuurlijk ook wel een hele goede, een goed team met Sean Kelly als, ja. als captain. Ja. Dus dan hoefde een ploegleider, die kon daar ook wel op vertrouwen. En dat vond ik wel iets prettiger als die dominante ploegleiders die... Ja, maar daarvoor zat je natuurlijk bij Post, heb je jaren gereden. Ja. Hoe was dat dan? Ja, zijn wil was wet. Ja. En daar werden ook wel fouten gemaakt, maar daar mocht je niks van zeggen. Daar werd niet over gesproken. Ik heb wel eens gehoord dat Post was ook altijd heel streng op wat er werd gegeten, hè, in het hotel en zo. Vooral renners die dan niet goed reden, die waren in zijn ogen dan al meteen, ja, daar markeerde iets aan en die was dan te dik, hè, dat zei hij dan. Hè. En dan bleef hij zitten en dan ging die renner een toetje halen. Ja, dan had hij het zitten. Dan kwam hij zijn toetje weghalen. En oh ja, echt? Waar iedereen bij zat dan. Hè. Dat echt was een waar? Beetje oh, zijn ja? tactiek. Zo feodaal bijna. Ja. Maar op wie lijk jij het meest eigenlijk als ploegleider? Had je een voorbeeld? Want toen je zelf ploegleider werd, kan ik me ook wel voorstellen dat je goed hebt gekeken naar mensen met wie je zelf hebt gewerkt. Maar een beetje een combi moet je hebben eigenlijk. Ja. Hè? Heb je wel eens toetjes weggehaald? Nee, maar wel. Je maakt wel opmerkingen van wat mensen eten. En het is op een gegeven moment... Vooral jonge renners, die hebben die discipline niet. Nee. Die vinden alles lekker en die hebben altijd honger. Dus ja, dan moet je op een gegeven moment moet je daar een lijn in komen. Ja, daar moet je wel een beetje moet je wel over meedenken. En je ziet dat nu, hoe mager ze zijn. Ja, dat is zo allemaal afgewogen nu wat ze eten. Dat is toch wel veranderd, hè? Als je ziet hoe mager die jongens allemaal staan. Ja. Ik sprak laatst Geesink, die weegt 70 kilo. En die is volgens mij net zo groot als jij bent ongeveer. Hoeveel woog jij in jouw hoogte? Ook onder de 70. Onder de 70? Ja, ja, dan was je het ook wel mager. Ja, ja, goed. We waren allemaal wel mager. Maar dat kwam eigenlijk in de Tour was je op het laagste gewicht. Maar nu zijn ze eigenlijk het hele jaar door zo mager. Ja. Het is een soort standaard geworden. En bij ons was het, je werd wat dikker in de winter. En het ging eraf in de... Er was geen sprake van coronakilo's in dit geval in de peloton. Nee, niet bepaald. Nee. Kijk je eigenlijk naar sprintetappes? Ja, maar kijk even in de start. Dan zie je een paar man wegrijden. En dan kijk je niet meer. En dan de laatste helemaal niet meer? Of zit je op het achtergrond? Ja, dan ga ik zelf wat fietsen. Dus je moet een beetje kijken. Als er wind staat, moet je wel opletten natuurlijk. Want dan mis je alle waaiers. Ja. Maar, dan kijk je de laatste 20 kilometer. Dan heb je het ook gezien. Heb jij het gemist? Kijk, Erik en ik zaten echt in een diep zwart gat tijdens die corona. Omdat we veel sport misten. Ja. Dus toen deze 100 dagen koers eraan kwam, nou, dat is voor ons wel een soort geluk geweest. Ja, ik vond het ook wel lastig. Ik kijk ook alle sporten. Ik kijk niet alleen wielrennen. Nee. Ik kijk voetbal, tennis, Formule 1. Nou, ik volg eigenlijk alles wel. Ja. Maar er was in één keer niks meer. Ja, wat moet je dan met je tijd? Ja, dat wordt ja, tijd in zitten. Over sprinters gesproken, hè? We hebben allemaal dat verschrikkelijke ongeluk gezien met Dylan Groenewegen en Fabio Jacobsen. Dylan, heb je ook nog mee gewerkt? Heb je nog contact met hem gehad eigenlijk? Ik heb wel een berichtje gestuurd. Zometeen van, ik heb geen reactie van hem gehad. Want ik heb hem ook niet gebeld of zo. Maar eigenlijk moet er nu contact komen. Want volgens mij heeft hij het nu veel moeilijker als... Ja. Daarna zal hij al overladen zijn met berichten. Maar nu begint de aandacht weg te zakken bij hem. Ja. Ik heb geen idee of hij nog aan het koersen komt dit jaar. Nou ja, dat is de vraag. Hij is natuurlijk nog herstellende van een blessure. Ja. En maar goed, alle aandacht gaat natuurlijk naar Jacobsen en terecht. Want die is natuurlijk zwaar geblesseerd. En is maar te kijken of hoe die weer terugkomt. Ja, precies. Ja. Maar aan de andere kant heb je ook een Groenewegen die op een hele andere manier in de bak zit. Zeg maar. Ik vraag het omdat jij echt met hem gewerkt hebt een paar jaar. Je kent hem best wel goed natuurlijk, Dylan. Ja, een super fanatiek baasje. Voor de duivel niet bang. Maar risico's nemen of hij valt of niet valt, dat maakt hem allemaal niet uit. Maar ja, dat kost hem nu wel een beetje zijn... Hoe kun je zo'n jongen oplappen? En wordt dat ook geaccepteerd door het peloton? Ik denk dat op den duur, als hij weer in de koers komt... Ik denk niet dat de renners daar
zo naar gaan kijken. Ik denk niet dat ze hem veroordelen en dat hij wel weer gewoon in dat peloton terugkomt. Ja. Van buitenaf, supporters en zo, dat zal meer... meer het probleem zijn, want die gaan hem daar altijd op aankijken. Ja, dat blijft natuurlijk een ding. Ja. Vorige week was Stef Clement was hier te gast. En die vertelde, dat wist ik eigenlijk helemaal niet, of dat vertelde hij niet, dat vertelde Bram Tankink over Stef Clement. Tankink zei over Clement, die kon eigenlijk niet zo heel goed sturen. Ja, ja. Ja. Ja, ik heb niet zelf met Clement gereden, maar ik bel binnen de ploeg. Ja. Reed hij altijd meestal wel, als ze dan met die ploegjes bij elkaar zaten, een beetje de boel in de weg, zeg maar. Ja. Dus dan zetten ze hem liever op kop, of dat hij niet in het gevring hoefde te zitten. Hoe was dat met jou dan? Kon jij goed sturen? Ik was ook niet zo'n wringer, maar ik reed wel vaak een beetje dat ik eruit kon, zeg maar. Dus dat is een beetje zo'n safety modus. Nou, jij bent ik ben niet veel gevallen. Dus nee, maar jij hebt wel in één peloton heb jij gefietst, in ieder geval met Frans Maassen, die we net spraken. En die hebben ook even gevraagd, hoe was het met jou in de peloton te fietsen? Die ging achter me rijden, zeker. Kijk maar even. Ja, mooie momenten mee beleefd. Helaas was het als renner altijd mijn tegenstander. Maar het was natuurlijk een enorme klasbak die Breuk. Ja, ik kon wel een potje fietsen toch, Breukink, hè? Ja, verschrikkelijk. Hij heeft me veel pijn gedaan in mijn leven. Echt waar, ja? Ja, verschrikkelijk. Alleen met waaier-etappes, daar kon de Breuk niet zo goed. En dan had hij een beetje schrik en dan reed hij altijd een meter uit de kant. En dan zat ik altijd bij Breuk in het wiel en dan wist ik, zit het goed. Want de Breuk liet nooit los en dan kon je mooi uit de wind zitten. Maar hij kon het niet zo goed en daarom was het dus een goed wiel. Ja. Pas later. Ja. Klopt dat een beetje wat hij zegt? Ik liet nooit los, hè? Nee, dat klopt. Hij zei, soms ook wel. Hoor. Hij zei, ik kroop in jouw wiel, het wiel van Breuk, omdat hij sterk was. Echt op het scherpst van de schede op een kantje, dan zat ik er rechts langs. En dan degene die achter mij zat uit de wind. Dus dat Frans had er wel goed gezien. Nou. Ja. Erik, jij hebt echt ongeveer alle functies wel binnen het wielrennen bekleed. Je bent wielrenner geweest, natuurlijk technisch directeur, ploegleider, renner, regisseur. Co-commentator. Co-commentator ook nog geweest. Ja. Het enige wat je niet hebt gedaan is op de bus gereden, volgens mij. Ja. God, dat zou nog wat zijn, hè? Ja, nou ja, waarom niet? Of masseur of zo. Of, ja, precies. Maar heb jij nog ambities? Ja, toch wel. Ja. Kijk, ik heb nu een jaartje zo echt heel rustig ook. Ook door de omstandigheden. Ja. Dus ik heb wat media dingetjes gedaan. Maar het wielrennen blijft toch altijd trekken. En ik weet niet in wat voor hoedanigheid. We hebben natuurlijk met Roompot nog 5 jaar een kleiner ploegje zelf opgebouwd. Ja. Dat is ook heel leuk om te doen. Heel ander niveau, een heel andere beleving. Maar wat je zegt, wel alles meegemaakt wat er maar in het wielrennen is. Ja. Kijk eens wie we live aan de telefoon hebben nu. Niemand minder dan Thomas Dekker. Hallo. Goedenavond, Thomas Dekker. Eén tour heb jij gereden. Eén tour. En toen was de man in de ploegleiderswagen, dat was Erik Breukink. Zeker, dat klopt, ja. Was Breuk een beetje een goede ploegleider voor jou? Ik luister mee, hè. Nou, zeker in die tour. In die tour was er één iemand de sterkste renner. En dat is misschien dit jaar ook wel. En dat maakt het natuurlijk ook een stuk makkelijker als je een renner hebt die met overschot bergop eigenlijk de sterkste is. Sorry Thomas, kun je die laatste zin nog even herhalen, want we konden je niet goed verstaan. Ik zei op de Tour van 2007 hadden wij natuurlijk Rasmussen. Ja. En Rasmussen was de allersterkste renner. En dus die heeft ook beslissingen genomen wat een ploegleider misschien niet zou bedenken. Want die rit na 10 jaar gaat hij van zo ver aan. Ja, normaal lukt dat eigenlijk nooit. Nee, precies, ja. Maar goed, jij hebt natuurlijk wel met ook andere ploegleiders gewerkt. Voetballers hebben eigenlijk altijd een favoriete coach, hè? Die roepen toch altijd op Van Gaal of wat dan ook. Heb jij één favoriete ploegleider gekend? Nou, ik moet zeggen, ik heb met Erik altijd heel fijn samengewerkt. En misschien de ploegleider die bij mij het meeste indruk heeft gemaakt, was Nico Verhoeven. En dat komt misschien ook wel omdat ik hem bij de amateurs had. En dat is eigenlijk ook wel de eerste keer dat je een beetje serieus gaat koersen. En dat deden wij dan net ietsjes professioneler als de rest. Ja. Dat maakte wel indruk. En ja, toch ben ik er wel van overtuigd dat soort ploegleiders, en Erik ook natuurlijk, zelf gekoerst, logisch kunnen nadenken, dat eigenlijk wel nodig is. Ja. In jouw biografie, ik heb hem van het zomer weer eens herlezen, ik vond het een leuk boek. Er staat ook een mooie passage, daar speel jij ook nog een rolletje in, Erik. Tijdens de Ronde van Polen
Ik weet waar je op doet. Ja, toen had jij even iemand op je kamer verstopt. Wat is er precies gebeurd? Ja. Leg ons daar nog eens even uit. Nou, wat daar precies gebeurd is, ik denk dat de meeste mensen dat wel weten. En degene die het niet weten, hebben het niet gelezen, dus die zullen het niet interessant genoeg vinden. Nou, laten we ophouden dat er een dame mee op de kamer was. Ja, dat vind ik net gezegd. En ja, dat zijn dingen die je natuurlijk nooit vergeet in het leven. Ik zie Erik nog steeds bij die deur binnenkomen. En ja, dat is misschien ook wel de basis van alles wat, wat je eigenlijk niet moet doen natuurlijk in het wielrennen. En dat maakt het heel verwarrend. En zeker als je dan niet sportief wordt afgestraft op je jonge leeftijd. Nou ja, dan ga je toch misschien ooit wel denken dat dat normaal is. Maar dan kom je er weer weg. Ja, maar ik herinner me ook die passage. Want Erik, het was toch zo dat jij had gezien dat er iemand met Thomas de Kamer mee ging. Ja, ik zal de naam niet noemen. Maar er ging een renner. Die ging dus liep mij voorbij. Oh. Met een opvallende dame. Ja. En hij liep gewoon door. En 50 meter verder gaat hij links de kamer in. En hij zei niks tegen me. Toen ben ik wel even naar die kamer. Maar jij hebt toen op de deur staan kloppen om te vragen, om te kijken of er ook iemand was. Ze deden wel snel de deur open. Ja? En ben je naar binnen geweest in die kamer? Nee, ik ben verder niet naar binnen geweest, maar toen was alles wel klaar. Tenminste, dat denk ik. Ja. Dat weet ik achteraf ook. Het is nooit klaar geweest. Nee, maar wat bedoel jij dan, Thomas? Bedoel jij dan eigenlijk dat jij misschien nog wel steviger aangepakt had moeten worden of zo toen? Het was eigenlijk niet alleen Thomas, hè? Ik was het niet alleen, maar dat maakt ook niet uit. Ik vind wel, het probleem was dat ik die dag erna gewoon won. Ja. En ik vind wel dat Erik heeft dat wel goed gedaan, want aan het eind van het jaar hebben we daar nog een gesprek over gehad. En dat is toch een van de weinigen die een soort van kanttekening daarbij plaatsen, zodat dat eigenlijk niet gewenst zou zijn. Dat is wel een lastige situatie voor jou, Erik, geweest. Ja, ja. Als je inderdaad sportief zo goed blijft presteren, ja, wie ben jij dan om te zeggen, meneer Dekker, laat dat even achterwege. Want kennelijk presteerde hij er misschien ook wel beter door. Nou, ik denk dat dat wel een van je taken is om de discipline te proberen te handhaven in zijn team. Ja, als hij wint. Dat maakt dan niet uit. Dan moet je dan even... Maar we stonden ook aan de leiding met Pieter Wening. We zouden die Ronde van Polen gaan winnen. Dus ik was plannetjes aan het bedenken om die Ronde van Polen te gaan winnen. Ja. En dan zie je dat gebeuren. Ja, lekker. Ik moet toch nog even één officieel vragen. Hè. Wie was die andere renner eigenlijk? Ja. Staat in het boek, hè? Ik kan er maar het staat wel in de boek. Volgens mij staat dat niet in. Nee, het staat niet hier in het boek. Die naam staat niet hier in het boek. Nee. Die laten we hier onder de stof liggen, jongens, die naam. Ja, Thomas, tot slot even. Wie gaat de Tour winnen? Ja, Roglic. Er zit nog steeds wel iets van... maar dat is vandaag wel iets minder geworden. Ik had gedacht, en je ziet ook die aanzet van Bernal, dat het gewoon net iets te hard gaat. En ik had wel gedacht dat hij vandaag misschien wel de aansluiting al zou kunnen houden. En daarvoor zijn ze ook tempo gaan rijden. Sivakov heeft gewacht. Dus ik denk dat het voor hun ook wel tegenvalt. En als je dan ziet dat Roglic zo hard doorrijdt naar de finish. Ja, dan moet er iets gebeuren onderweg. Of hij moet een inzinking krijgen. Maar er zijn geen tekenen van. Ja. Hey, trouwens, ook aanwezig zag ik in de Tour de France als journalist dit jaar. Michael Rasmussen, jouw oude collega. Ja, die is al een aantal jaren aanwezig in de Tour de France. En, wat Erik net ook al aangaf, en ik zit hier vanavond bij de avondetappe, dat het wielrennen toch wel iets, als dat zo'n groot gedeelte van je leven is geweest, dat het toch wel een soort van aantrekkingskracht houdt. Hey, en die Tour van 2007, ik zag een mooi interview met Rasmussen bij onze collega's van Sportza. Rasmussen, bij hem is dat nog steeds een soort van litteken. Is dat bij jou ook nog zo? Ja. Heb jij dan nog steeds ook, baal jij er nog wel eens van die Tour? Nee, ik ben heel blij juist met die Tour. Ik ben blij dat ik in ieder geval nog één Tour heb gereden. Ja, zit ook wat in, ja. Ja, en snap ik ook alweer. Ik ben ook blij dat we zijn opgestapt. Dat Erik Breukink om 7:00 op mijn kamer klopte en vertelde dat we toch moesten gaan starten. Daar ben ik achteraf heel blij mee. Dat is de Tour niet uitgereden. Ja. Ja? De beslissing was stoppen, hè? Allemaal. Ja. En toen eigenlijk belde mijn vader mij om 5:00 ochtends.
En die zei, je moet één ding niet doen, stoppen met de ploeg. Je moet proberen door te rijden. Ja. Toen ben ik naar Erik Dekker, die was toen ook ploegleider. Ik zeg, we moeten proberen om gewoon wel te gaan rijden de dag daarna. Of ja, s'morgens vroeg was dat. Jouw vader was degene. Mijn vader die belde mij. Had je het anders niet gedaan? Ik denk, ja, wat is dit? Maar heb je geluisterd naar het advies? Want had je anders zelf gestopt? Anders waren we gestopt. Echt waar? Was iedereen naar huis gegaan. Ja. Hoor je dat, Thomas? Het komt door de vader van Erik Breukink. Dat jullie toen nog weer zijn opgestapt. Ja. Nou, een wijsman. Ja, dat was een goed besluit. Want voor heel veel jongens was het toch wel fijn om het zo af te sluiten. Als dat je naar huis gaat. Een aftocht met de bussen naar huis. Ja. Dat was een drama geweest. Nou, toch goed dat je met buik gereden. En Boogie nog een mooie rit in de aanval. Dus ja, dat gaf allemaal wel weer een beetje moraal om in ieder geval door te gaan. Kijk, de moraal was wel geknakt omdat we de Tour niet hadden gewonnen. Ik zat in de ploegleiderswagen wel zo onder het stuur. Want ik werd uitgejouwd door de Fransen. Ja. Verschimpt die ploegleidersauto. Ja. Ja, is dat toch ook in jouw carrière dan, Erik? Is dat toch ook wel een kras op jouw ziel, die Tour van 2007? Ja, nou ja, goed. Daar ben ik ook niet meer zo mee bezig. Maar dat was wel een domper. Word je er nooit zweetend wakker van? Ik ben natuurlijk wel door kunnen gaan als ploegleider. Hè? En ik heb nog tot 2012 bij Rabobank gezeten. Tuurlijk, dus je was zo dichtbij. Ja, dan is dit wel iets, dat vergeet je nooit meer. Ja, nee. Ik heb daarna hebben we nog met Menchov nog wel Ronde van Spanje en Ronde van Italië gewonnen. Dus wat dat betreft nog wel een grote ronde. Maar heb je dat interview gezien van de week met Rasmussen bij Sportza? Ik heb het wel gelezen op de social media. Ja? Dat weet ik wel, dat het bij hem nog heel diep zit. Ja. Ja, hij is nog steeds kwaad en hij zegt ook, ik heb een quoteje hier, lees ik even voor. Iedereen binnen het teammanagement wist toen ook wat er gaande was. Het was stom van de ploeg om mij als leugenaar te bestempelen in een periode waarin zij EPO verdeelde in de bus en mij ook in contact brachten met een bloedbank in Oostenrijk. Het sloeg nergens op dat ik werd ontslagen omdat ik verkeerde info had gegeven. Iedereen wist dat ik toen niet in Mexico was. Ja, dat is zijn beleving. Maar hij heeft het allemaal zo uitgevogeld met zijn whereabouts. Ja. Dat was echt zijn praktijken, want dat mocht van ons helemaal niet. Je moest je whereabouts opgeven, je moest opgeven waar je zat. En dan moest allemaal, in die tijd moest dat al heel goed gedaan worden, anders had je een probleem. Maar ja. Als zij zeggen, jullie wisten overal van. Ja, en hij zegt ook nog, de EPO werd verdeeld door de ploeg in de bus. Ja, niet door mij, want dat weet ik dan ook niet. Maar goed, hij heeft zijn beeld van dat het helemaal onterecht was. Ja. En het was natuurlijk ook wel een hele vreemde gewaarwording dat je op 3 dagen voor de tijd, zonder dat hij op doping betrapt was, Thomas, je hangt nog. Heb jij ooit Rasmus eigenlijk nog eens gesproken daarna? Zeker. Ik heb hem vorig jaar in de Tour nog gesproken. Ja? Het heeft wel een tijd geduurd. Hij heeft me nog wel willen betrekken in die rechtszaak, et cetera. Maar ik was toen nog aan het koersen, dus dat is natuurlijk niet heel handig van. Maar ja, je ziet wel een gebroken man en het is gewoon jammer. En ik begrijp het ook wel. Zoveel jaar na dato dat het nog zo'n wond is. Want ja, je moet toch het beste van het leven gaan maken, ondanks wat er gebeurd is. Je hoeft niet te vergeten. Maar je moet het wel de situatie een beetje vergeven om een prettig leven te hebben, denk ik. Ja, het is 13 jaar geleden. Hij leeft er nog steeds mee. Ik snap wel, Erik, we gaan je er niet langer mee lastigvallen, dat je niet overal antwoorden kunt geven. Er zijn ook rechtszaken over gevoerd. Toch nog deze vraag, hè. Rasmussen zei ook, het teammanagement stond onder druk van de bank. Het was geen beslissing van het team, maar van de bank. Om hem uit koers te halen uiteindelijk. Ja, is dat zo? Dat heb ik nooit echt kunnen weten. Want ik zat in die auto als ploegleider. En ik was verrast over de beslissing. Want ik ben daar niet in betrokken. Dus ik was geen partij in het uithalen van Rasmussen. En hoe dat dan op de achtergrond gegaan is met het management en de bank, wie dan uiteindelijk definitief de beslissing neemt. Theo de Rooij kreeg eigenlijk een beetje de schuld van altijd. En die praat er ook niet graag over. Nee, daarom. En wie dan uiteindelijk daar de grootste druk heeft uitgeoefend, of dat door de bank is, was dat niet de bank dan die uiteindelijk zei van, uit koers met die man? Ja, dat weet ik dus niet. Nou, die hebben niet jou in ieder geval daarover gebeld om te zeggen, Erik, we stoppen ermee, dit is onze beslissing. Nee, want ik kwam in het hotel en met de gedachte van, ja, morgen weer een dag in het geel. Ja. Was je kwaad eigenlijk dan over die beslissing? Nou ja, er was al heel veel gerommel, hè. Ja. Hij had al, het moment dat hij geel pakte, waren er al problemen met in Denemarken. Met gemiste dopingtesten kwamen in één keer boven. En dat soort dingen. Dat was al heel lang speelde dat. Ja. En in één keer
ja, ben je ook niet verrast dat er dan zoiets geks gebeurt. Ja. Nee. Thomas, jij moet richting de avondetappe en je gaat straks de file in, denk ik. Dus we danken jou in ieder geval even voor je tijd. Ik zit er al, gelukkig. Ik moet je bent er al. Doe Dionne de groeten. Zal ik doen. En jullie nog een leuke uitzending. Dankjewel, tot snel. Dankjewel, Thomas. Oké, okay. Doei, doei. Ja, god, ja, die Rasmussen, die zit daar tot op de dag van vandaag. Ik kan me daar ook wel iets bij voorstellen, hoor. Voor hem is dat natuurlijk altijd een soort van... Heb jij hem niet ooit geïnterviewd? Ik heb hem wel eens geïnterviewd. Ja. Toen ging het over, ik heb hem ooit geïnterviewd, toen ging het over mechanische doping. En toen, op een gegeven moment kwam en hij zei, dat vind ik eigenlijk veel erger. Ja, dat vond hij een vals spelen. Hij zei, dat is vals spelen. Ja. 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 En hij zei ook, dat vond ik ook een mooie uitspraak. Ja, dan kun je net zo op een brommer gaan rijden. Dat, ja. Ja. Ja, dat, ja, er zit wat in. Maar weet je wat, hij zei ook nog in het interview met Sportza van de week, vond ik ook een mooie uitspraak. Hij zei, kijk, je kunt wel klagen over wat er gebeurt in het wielrennen en dat er gerommeld wordt. Hij zei, maar het is bijna nooit gebeurd dat de nummer 1 de nummer 2 heeft bedrogen. In die tijden was dat eigenlijk... Ja, iedere periode heeft zo zijn dingetjes, hè? Ja. En ik denk dat het wel klopt wat hij dan zegt. Dat een beetje met gelijke wapens werd gestreden. Ja. Zeker op dat hoge niveau. Wanneer heb jij Rasmussen voor het allerlaatst gesproken? Ik heb hem, nou, dat was heel kort gesproken. Het was niet echt een gesprek. Nee. Vorig jaar in, waar was de start? In Brussel, hè? Ja. Tour. Ja. Daar zag ik hem. Ik gaf hem mijn hand. Ja, dat mocht toen nog, hè? Dat mocht u wel. Hij nam geen... maar dat was, hij vond niet zo geweldig dat ik hem een goede dag zei. En toen, how are you? En ja, oké. Okay, maar toen keek hij met die verbetenheid van... En toen zag ik wel van, oh, maar hij neemt dat heeft hij ook nog niet verwerkt. Nee, ja, dat vind ik wel mooi wat Dekker ook zegt. Ja, je moet ook door met je leven op een gegeven moment. Ja, dat is natuurlijk onderdeel van die ploeg. En, ja, op een gegeven moment heeft het natuurlijk heel lang geduurd met de rechtszaken en alle toestanden. Toch ook even over Thomas Dekker, hè? Had jij dat, ik bedoel, toen hij doorbrak, dacht iedereen, ja, dit is echt het allergrootste wielertalent aller tijden in Nederland. Jij hebt ook die dingen meegemaakt, hij praat daar ook openlijk over, ook in zijn boeken en zo. Zag jij al in een vroege stadium in zijn carrière, dit is iemand die ontspoort? Nou, ontsporen, ik weet niet, hij was wel makkelijk. En hij was makkelijk te beïnvloeden, dat kon je al zien. De eerste keer dat ik hem zag, en dat was de eerste ontmoeting met Thomas Dekker op het WK in Verona. Toen zat ik met Frans Maassen daar en toen kwam Thomas Dekker eraan lopen. Maar toen had hij wel allemaal scheuren in zijn spijkerbroek en dat was modern dan. Hè? Maar ja, hij was een van de eerste die hip was. Ja. Dus ik dacht, jeetje, wat krijgen we nou hier? En dan had hij een mooie dame bij zich, een Italiaanse. Toen ook al. En het grootste woord. Dus ik denk van oei. Daar gaan we nog wat mee beleven. Ja, dat idee had je wel. Het is een hele prettige jongen om mee samen te werken. En het is een hele, zo komt hij ook over, maar zo is hij ook. Had je het moeilijk? Want in die situatie, die anekdote die net verteld werd, dat lijkt mij dus echt een verschrikkelijke situatie. Want je moet echt als een soort ouder op een kind afstappen van jongens, we proberen hier een wedstrijd te winnen. Ja. En dan moet je zo'n griet uit de hotelkamer gaan trekken. Ja, nee, waar gaat het over? Ik heb dat maar één keer meegemaakt. Dus ik ben lang ploegleider geweest. Maar dat was één keer dat ik het gezien heb dan. En kon ingrijpen. Ja. En zo vaak gebeurt dat niet. We zaten in een hotel met de organisatie waar een feest was. En dat was allemaal gedoe. Dus ik had de ogen al open. Ik denk van dat die lui maar wel naar bed gaan. En niet tussen dat feest terechtkomen. Maar... Goed, ja, zo liep het dus, kon het ook lopen. Nou, dat feesten is goed gelukt. Over feesten gesproken. Maar de Tjalingi zeg. Maarten, word jij omgeven door 6000 personen dat jij nu met een mondkapje op moet staan? Of? Hey, ik kan hem wel even afdoen hoor. Voor de Nederlandse kijker is dat handiger. Of luisteraar. Ja, nu herkennen we jou in één keer als Maarten Tjalingi. Straks wordt hij gelijk opgepakt. Of zo. Ik ben het echt. Ja, gelukkig. Maarten, jij bent hier. Hoor, maar neem niet natuurlijk. Mijn oortje was uitgevallen. Die 6000 mensen heb ik wel gezien. Overigens onderweg. Dat is echt knijterdruk. Ja. Ik vraag me ook elke keer af van hoe doen die mensen dat aan de kant? Gelukkig zit ik in een auto met ramen open. Dus de kans op besmetting in de auto is zeer klein. Ja. Coronatechnisch ook maar goed. Er waren heel veel mensen vandaag. Ja, waar ben jij nu op dit moment precies? Ik kan je zeggen, ik heb net een afslag en onderweg naar Clermont-Ferrand. Vanaf de file. Je ziet nog de bergen achter me daar. Ik weet niet of je het kan zien. Jazeker. Ja. Waar die mannen het gevecht op hebben uitgevochten vandaag. Is wel echt wat een vette etappe vandaag, zeg. Ja, zo glitterend om te rijden. Berg op, berg af.
Vette afdalingen, smalle weggetjes, technische stukken. Ik heb echt, ook in de auto was het gewoon superleuk om te doen. Ja, maar jij bent in Frankrijk, jij rijdt op dit moment Vips rond, hè, in de Tour. Heb je een leuke mensen in de auto gehad al? Nou ja, goed, ik heb, sowieso is de zeg maar, ik rijd de directeur van de ASO rond. Dat is een toffe gast, dus dat is al fantastisch. Hij nodigt zijn toffe gast uit. Een van de de marketingdirecteur van Leclerc Supermarkt. Hè. Je kent hem wel van de bolletjes. Ja, de bolletjes. Niet te missen, al die truien langs de kant die ze uitdelen elke dag. Is ook een toffe gast. Erik, niet Erik hoor, maar hij heet ook Erik. Dus is iemand die kart. Hij heeft de afgelopen weekend de 24 uur kartingwedstrijd van Le Mans gereden, derde geworden. Nou goed, dat soort mensen. Maar ik dacht dat jij George Clooney en zo in de auto had. Dat soort types allemaal. Ja, als George komt, ik moet wel zeggen, het is ernstig dun qua uitnodigingen. Omdat het natuurlijk gewoon toch best wel, ja, weet je, je gaat een gebied in waar corona toch ook heerst. En je moet gewoon erg oppassen op wat er gebeurt. Ja. Dus er zijn heel veel mensen die gewoon niet komen. Dat snap ik eigenlijk wel. En is iedereen getest, alle renners zijn getest. Niemand heeft corona, behalve Prudhomme. Ja. Hoe kan dat nou? Ja, dat is een goede vraag. Weet ik niet. Hij vertoont geen symptomen van corona. Dus het is best wel een beetje vaag ook voor de organisatie. Jij bent ook getest, neem ik aan. Vooraf ben ik getest. Op de rustdag ben ik niet getest. Omdat ik niet in de bubbel zit waar de renners in zitten. Okay. Dus daar heb ik dan niks mee te maken. Maar het zou toch ook wel gek zijn. Als jij nou, stel je voor dat jij corona hebt, dat jij dan die directeur van de ASO ook besmet. Dan is het helemaal niets getest. Ja, hij is wel getest en hij was negatief. Dus ik deed wel een beetje zo van, gelukkig. Anders dan word ik ook besmet. Het zou natuurlijk een beetje vervelend zijn. Vind je het leuk, Maarten? Ben je blij dat je op deze manier in de Tour weer bent ook? Ik kan je wel zeggen, weet je, het is natuurlijk het kloppende hart van het wielrennen. Dus het is wel mooi om te zien dat het gewoon doorgaat. Ik snap alle hobbels, alle weerstand snap ik ook. En het is toch ook gewoon tof om te zien hoe die jongens toch weer het wielrennen oppakken na zo'n periode van eigenlijk niks doen. Ik vind het ook wel tof om er iets aan bij te dragen, ook is misschien niet heel veel. Ik maak toch mensen enthousiast die jarenlang al geld investeren in deze sport door ze mee te nemen in de koers. En eigenlijk wat ik eigenlijk voor Radio 1 deed, de analyse van de koers, voor die mensen te doen. Het publiek is wat kleiner, wel belangrijk voor de koers om te zorgen dat die mensen ook enthousiast raken voor en blijven voor wat ze doen. Goed bezig. Kleine bijdrage. Goed dat je er bent. Dankjewel, Maarten Cialinghi. Succes, hè? Dankjewel. Hij rijdt nu Vips rond in de Tour. Jij had ook wel eens ploegleider, kreeg ook wel eens mensen naast je in de auto de hele dag. Ja. Jij hebt Frank Evenepoel, hebben we nog wel eens de hele dag op sleeptouw gehad, of niet? Ja, de laatste rit van Vuelta. Ja, 2007. Hij komt op de mooie moment als er een beetje gefeest werd. Geesink, die had toen nog die had echt kansen, maar die was gevallen. Ja. En dit was de laatste rit richting naar Madrid. Ja, Madrid. Een prachtige, er werd natuurlijk al geproost. Jouw grote favoriet, Alejandro Valverde, won. Die won het Giro. Dus die was champagne aan het ronddelen. En die kwam ook steeds bij de auto om die champagne te brengen. Dus ik was al zo lam als een tak toen we in Madrid aankwamen. Maar, kijk, de champagne van Valverde. Ja, absoluut. Dat vind ik wel stoer om te horen. Valverde was toen al 58 uur later. Ja. Even voor de goede orde. Maar er was ook wel iets heel mafs. Het was in Madrid en het was ontzettend heet. Echt, het was ontzettend heet. Maar de ramen stonden open. Maar ik heb zo erg zitten zweten, echt als een otter, dat ik dacht, is dat wel goed enzovoort. En op een gegeven moment kwamen we aan, want ik Geesink geïnterviewd. Toen stond ik met collega Jacco Schilpoort, je kent hem wel. En Erik kwam erbij staan en die vroeg aan Jacco, terwijl ik daarnaast stond, heeft Frank nog een beetje warm gehad in die auto? Ja, en? Ja, Jacco zegt, die Frank zit daar de hele tijd over te zeuren, dat zo heet dat. Ja, zegt Erik, dat klopt, want ik had de stoelverwarming aangezet. En dat schijnt dus, dat is dat, jij zei, dat is wielrennen humor, hè? Dat is meestal de humor van de mechaniekers erachter, die dan dat soort trucken, maar dan moet je zelf wel attent op zijn. Ja, maar ik ken dat hele principe niet. We hebben één keer een gast mee gehad, er was een hoge pief van een bank. En die kwam al aanlopen, zo heel, en die had een witte broek aan. Ja? Ja. Dus de mechanieker, wat doet hij? Die doet een stukje chocola op zijn stoel. Ja. En na 7 uur koers, of 6 uur, stapt die man uit. Ja, die lagen dus op de grond van het lachen, want
Die mannen natuurlijk. In een witte broek. Ach. Ik hou over dat soort humor. Ja, het is wel wiel. Maar jij, heel flauw natuurlijk. Maar Erik, jij hebt ook vroeger, jij hebt ook nog in de ploeg gezeten. Waar we hebben het over Thomas Dekker. Maar jij hebt ook nog met mannen als Eddy Plankaert heb jij nog gereden. Erik van der Aarde. Wat waren dat dan van gasten in hotels en zo? Ja, dat waren mannen. Ja, dat waren natuurlijk allemaal van die humorzoekers en rotzooischoppers. En die waren altijd bezig om iets leuks te doen, weet je. Ja, dat liep ook wel eens uit de hand, want soms staken ze iets in de brand en dan hadden ze het niet meer onder controle. En dan was er in één keer ergens een brandje. Ik weet ook nog wel eens dat ze, dat superlijm was ontdekt. Ja. Dan waren ze alles aan het vastlijmen met superlijm, dat soort dingen. Het koffertje van de ploegleider op de grond vastgelijmd met superlijm. Altijd dat soort humor. Koffertje van Peter Post werd vastgelijmd. Ja, dat was dan Gilles de Wever. Dus dat was die assistent was dan. Ja. Peter Post durfde ze dat niet. Dus. Ja, lekker. Dat hoort er ook wel een beetje bij, toch? Dat is ook, ja. Het is allemaal wel wat rustiger. Omdat je moet ook... die hotels zijn ook daarop gericht. Van, je moet je wel gedragen als ploeg. Die sponsor die wil ook geen... geen gedoe en gezeur. Geen gedoe. En dat was in die tijd was het allemaal wat makkelijker en losser. Ja, goed, we gaan de laatste week in van de Tour. Het wordt wel leuk, er zitten veel mooie Alpenritten in. Maar verwacht jij nog veel veranderingen in de top van het klassement? Of mag de Nederlandse ploeg straks... Ze kunnen de Tour wel op slot gooien met de power die ze hebben. En als de concurrentie eigenlijk niet meer het gevoel heeft dat er iets te halen valt... Ja, dan kunnen ze ook wel eens allemaal voor hun prijsjes gaan liggen. Dat kan wel leuk worden. Voor de tweede en derde plek gaan rijden. Maar Pogacar... Ja. Is de enige die Roglic bij kan houden. Wie weet is er een dag dat hij hem eraf kan rijden. Dan wordt het nog heel spannend. Maar we krijgen nog hele zware weken in de Alpen. Wat reed jij zelf eigenlijk liever? In de Alpen of in de Pyreneeën? Ja, ik heb ooit wel eens een Pyreneeënrit gewonnen. Maar de Alpen is toch iets gelijkmatiger, iets fijner. Koers, daar was ik altijd wel iets beter. Zeg, bijna alle Nederlanders, hè? Ja, maar jij hebt rit gewonnen in Po, geloof ik ooit, of niet? Dat is echt Pyreneeënritje. Over de Marie Blanc, ja. Maar toch liever in de Alpen iets geleidelijker of zo? Ik was natuurlijk geen pure klimmer. En dan kun je met je tempo kun je het veel langer volhouden. In die Pyreneeën is het allemaal stijl en dan weer minder stijl. Ja. Ze trappen nu wel. Ik zag Roglic, zagen we ook net. Die trapt heel licht, hè? Ja. Licht versnelling. Hij heeft wel een heel apart stijl. Hij blijft in het zadel zitten. Heel licht versnellingtje. Vind je het mooi om te zien? Hij oogt wel of hij nog over heeft. Want iedereen zit zo te kijken. Hij kan toch demareren. Hij kan nog meer op tijd pakken. Maar ik denk dat hij wel aan zijn limieten zit. Ja, toch wel? Ja, want anders rijdt hij Pogacar er ook wel af. Maar ik heb het gevoel dat Pogacar, die rijdt echt een paar tanden zwaarder in ieder geval. Die rijdt zwaarder. En dat is wel het grote verschil. Met het lichte versnelling kun je het wel iets langer volhouden. Ja. Maar goed, de Tour is nog niet gedaan. Parijs is nog ver. Ach jongens, dat kun je toch niet meer zeggen tegen. Ach man, Joop Zoetemelk, die mag je zo vaak citeren als je maar wil. Nog een week, hè. Erik, ontzettend bedankt voor je komst. En kom nog eens langs bij Bureau Sport en Koers. Dat vinden we gezellig. Ja, zeker. Heel goed. Het is tijd voor een pilsje, of niet? Ik dacht van wel. Jij ook, Erik? Bedankt voor het kijken. Zijn we nog op zender of zijn we al... Nee, we zijn nu helemaal finito. Oké, dan neem ik een kopstootje. Nou, is goed. En dames en heren, tot volgende week.